Hoe zit het met onze dierengemeenschap in de waterschappen? We hebben behoorlijk wat Maasdijken, zeg maar. En bevers die in de buurt van die Maasdijk zitten, die graven in de Maasdijk. We hebben hier nu inmiddels weer beesten, wat we mooi vonden bij herintroductie, maar waar we de gevolgen nu van op ons bord krijgen. Het probleem is, kijk, de bever gaat gewoon zijn gang. Die heeft zijn natuurlijke manier van leven.